Of de authentieke waar. En we gaan hybride werken. Of vindt u dat nog te vaak? Het is geweldig dat u al die termen kent. Goedemorgen en wat leuk dat u er bent. Nou, de professional zet kennis en vaardigheden in om iets te bereiken. Om een doel te halen. En een professional heeft een visie nodig van waarom is het van waarde wat ik doe? Waarom is het waardevol? En de vraag waarom is het waard, wat doet het er eigenlijk toe? Wat doet mijn professie ertoe? Wat is de waarde van mijn vak vergeleken met allerlei andere vakken? Ja, ik vind het een leuk congres. Ik ben vorig jaar ook geweest. Het is leuk om allerlei verschillende mensen te ontmoeten. Het is eigenlijk de muziek wel iets te lang vind tot nu toe. Maar op zich vind ik het wel leuk om de sprekers te horen spreken. Toen ik de zaal inkeek, zag ik hele vrolijke gezichten. Nou, daar doe ik het voor een deel voor. Ik vind het belangrijk dat mensen zich herkend voelen en dat ze hun vak gewaardeerd voelen. En ik heb de indruk dat het met deze dag, met deze congressen, elk jaar eigenlijk opnieuw, dat we daaraan bijdragen. En ja. Dat, ik heb de indruk dat het vandaag weer lukt. Dat hoorde ik net ook in de pauze van mensen die dat dan zeggen van leuk, wetenschappersvak, maar dat geeft me extra waarde, dat geeft me echt het idee dat we het toe doen. Nou, dat is de indruk die ik van deze dag heb en ook precies te doen. Ja. Er zijn ook plannen, maar dat weet je dan ook voor een beroepsverenigingen van jullie vak. Wat vind je daarvan? Kun je iets positiefs of negatiefs of gewoon misschien vind je het wel een goed idee of juist helemaal niet? Ja, ik denk dat het een goede zaak is dat er een vereniging gaat komen waarin we ons met elkaar als richtingswerkers kunnen verenigen. En waarin discussie en forums kunnen ontstaan over zaken waar je tegenaan loopt in het vakgebied. En wat zou het voordeel zijn ten opzichte van nu? Nou, meer gespecialiseerd. En echt beroepsvereniging voor de rekeningswerkers.